Veiligheid en betere arbeidsomstandigheden spelen een steeds belangrijkere rol bij het moderne sloopwerk. Hierdoor komt er steeds meer vraag naar nieuwe, innovatieve miniloaders die voldoen aan de nieuwe eisen. Een machine die hier perfecte invulling aan geeft is de Sherpa 100 EHD van Sherpa Miniloaders. Een elektrische sloopmachine die geheel trillingsvrij is, geen CO2-uitstoot heeft en veel stiller is dan welke machine in de markt dan ook. Een onmisbaar hulpmiddel in het moderne sloopwerk. De machine is klein van stuk, maar heeft een hefcapaciteit van maar liefst 350 kilo. De machine is perfect geschikt voor interne sloopwerkzaamheden. De Sherpa 100 is radiografisch bestuurbaar en is gebaseerd op de elektrische Sherpa 100 Eco Miniloader. De radiografische bediening werkt twee kanten op, waardoor online een aantal parameters van de aandrijving kunnen worden afgelezen. Met een breedte van slechts 76 centimeter en een gewicht van 900 kilogram kan de Sherpa 100 EHD eenvoudig door een deur of voor transport in een lift gezet worden. Het wisselen van de hulpstukken is zeer gemakkelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld palletvorken of een laadbak snel verwisseld worden voor bijvoorbeeld een sloophamer. Ook het speciaal ontwikkelde dozerblad waarmee puin voor de banden kan worden weggeschoven is eenvoudig te monteren of demonteren. De elektrohydraulische aandrijving van de Sherpa 100 EHD is volledig geëngineerd en geprogrammeerd door Parker Hennepin. Dankzij de ingenieuze samenwerking tussen MC Inverter, de GVM elektromotor, het P70 ventielblok en het iCan besturingssysteem is het systeem energiezuiniger dan bij een traditioneel hydraulische uitvoering. De flow van de hydrauliekolie is volledig geoptimaliseerd en daardoor gebruikt het systeem alleen energie wanneer dit echt nodig is. Met joysticks kunnen alle functies van de machine elektrisch worden bestuurd. Voor elke functie geldt dat de pomp en de proportionaalventielen zo optimaal mogelijk worden aangestuurd, waarmee een zo optimaal mogelijke aandrijving wordt gerealiseerd met zo min mogelijk energieverlies. Een lege batterij kan snel gewisseld en opgeladen worden in een door Haneberg materieel ontwikkeld docking station. Ook is het mogelijk de machine uit te rusten met een 220 volt aansluiting en zo aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ideaal voor werkzaamheden op een vaste locatie.